Hoi. Hoi bij mij. Hey bij mij. Hoi, welkom in mijn woonkamer. Vandaag is er een workout met Kohout. Ja, ik moest er echt aan geloven dat jullie heel graag workouts wilden zien op dit kanaal. Home workouts vooral. Dus ik ga ook echt een workout doen nu. Zonder attributen, dus geen weerstandbanden, geen gewichten. Ik heb een yogamatje neergelegd, maar dat hoeft niet per se. Je kunt ook gewoon op je tapijt of gewoon op de vloer. Maar wees wel voorzichtig. Ik heb een workout en die ga ik aan jullie laten zien. Ik ga hem gewoon uitvoeren en jullie kunnen lekker meedoen. Ik zal in beeld zetten wat er precies gedaan wordt. En hoe vaak je dat dan zou moeten doen. Ik heb deze workout van de Kracht PT Instagram. Zeg dat goed? Ja. Jullie hem op Instagram staan, toch? Ja. Dus Nikki, die zit daar. Die heeft hem overigens al gedaan. Dus niet denken dat die nou lui op de bank zit. Die heeft vanmiddag de workout al gedaan. En mocht je meer workouts willen zien, kun je altijd naar hun Instagram gaan. En natuurlijk ook even volgen. Dan heb je iedere dag volgens mij bijna een workout, toch? Ja. Iedere dag een home workout, dus je hoeft dan niet stil te zitten en dan heb je een beetje afwisseling in je workout. Daar gaan we mee beginnen. Nicky, jij moet zeggen wat ik moet doen. Die van vandaag, wat moet ik doen? Floor cobra. Oké, maar kun je even kijken of ik in beeld ben als ik sta en zo, want dat kan ik niet checken met mezelf. Moet je even de camera kijken. Het leven van een fit girl vriendin, ik ga niet over rozen. Ja, is dat, dat zie je toch? Vol in beeld. Je maakt matjes vol in beeld. Oké. Wat moest ik doen? Een floor cobra? Ja. Oh, je weet wat is toch? Wacht, ho. Een floor cobra is zo. Ja, en dan wel helemaal. Zo. Ja. Ja, je kan op verschillende manieren uitvoeren. Ja. Maar je kan, wij houden vandaag de voet op de grond. Zo. Dan de armen gestrekt. Mm-hmm. Dat gaat niet. Oh nee. Dat was, ja, langs je lichaam en dan knijpen van de schouderbladen. En dan ga je met je handen weer naar de grond. Zo ja. Hoe vaak? 15 keer. En één goed doen. Ik moet een beetje laten. Oké, en nu? Ook 15 keer. Bikini, niet doen. Ik moet even een muziekje opzetten. Ja, maar zeg even wat de volgende is. Jumping lunches, 30 in totaal. 30 lunches? Ja. Jongen. Okay. Dat is wel een lunch. Nee. 30 in totaal, hè? Ja. Met de hoge knieën, dat je jogt op de plek en dan de knieën hoog. Of tuck jumps, dat je springt en dan je knieën tegelijk naar je armen toe. Dus je knieën. Zo? Ja. En dribbelen op de plek en dan heel snel. Best, en hoe lang? Ik heb gewoon heel langzaam de 30 geteld. 1, 2. Die heeft ronde
4. Door een uitdaging, dan mocht je nog een 5. Ik heb 5 gemaakt. Doe even normaal. Ik vind 1 wel genoeg. Natuurlijk nog opnemen. Ah, misschien ook even moeten wachten. Oké, dus dat rondje van 4 oefeningen, die doe je 4 keer en als je kan 5 keer. En dan ben je vrij buiten adem, denk ik. Of als je een hele goede conditie hebt, misschien niet. Dan zou ik zeggen, doe hem vooral 5 keer. We trainen vandaag natuurlijk met lichaamsgewicht, dus het is het makkelijkst om full body te doen, volgens Nicky en andere mannen van Kracht PT. Dus full body workouts als je daar kijkt. Volgende workout van mij zal een benen-billen workout zijn. Omdat ik daar toch wel altijd mijn focus op heb. Wil je nog meer workouts? Of misschien specifiek gericht op één onderdeel of één spiergroep? Laat het dan weten in de comments. En laat me sowieso even weten wat je van deze video vond. Dan weet ik of ik dit door moet zetten of dat ik het aan moet passen. Op adem. Dankjewel voor het kijken voor de Workout met Coldout Home Workout video. En dan zie ik jullie graag morgen bij een nieuwe video. Of anders bij een volgende Workout met Coldout video. Bedankt voor het kijken. Doeg! Hallo leuke mensen. Ik was deze video aan het editen en ik wil er even wat dingetjes bij zeggen. De kwaliteit van de video is wat lager. Omdat ik deze met mijn oude telefoon heb opgenomen. Omdat dat gewoon... heel makkelijk is met geheugen. Dan kan ik aan één stuk door een heel lang stuk opnemen. Vandaar dat de kwaliteit iets lager is van de video. En ik was echt een beetje aan het uitproberen hoe ik die home workout video's wil invullen. Dus laat me vooral ook weten hoe ik het misschien beter kan doen. Ik vond het wel een hele grappige video. Vooral omdat je het commentaar van Nicky ook er een beetje bij hoort. Dus ja... Ze gaan wel een beetje aanpassen, maar dit is gewoon de eerste. En ik wil gewoon... Ja, het hoeft voor mij niet per se allemaal meteen perfect te zijn. Het mag gewoon best wel een beetje lossig en zo. Ik vind het wel een leuke eerste workout video, echt. Dus ik hoop dat jullie het ook kunnen waarderen.